Dag luidjes, daar zijn we weer bij Minecraft Hardcore. Ik heb even de genoegen genomen om een shadertje te installeren. Dat leek me wel zo toepasselijk. Weet je, ziet er allemaal mooi uit. In Zoompie en wel. Leuk man. En het mappie rechtsbovenin, dat doet natuurlijk ook veel deugd. Ja man, mooi man. Zo kunnen we zelfs ook even lekker bespioneren. Hey. Wat ben je daar aan het doen, Gluipert? Goed. Waar hebben wij hulp bij nodig? Ik kan wel over het algemeen iets wat meer voer gebruiken. En dan kunnen wij gewoon standaard beginnen met de wheat seeds. Zullen we dat binnen doen of zullen we dat buiten doen? We hebben hier wel een mooi stukje gras. Dus om af en toe nog wel naar buiten toe te gaan, lijkt het me wel zo toepasselijk als we dat dan ook buiten maken. Nou heb ik vernomen dat je, als je hier bijvoorbeeld water in doet, je dan 1, 2, 3, 4. Dit zou dan het uiterste zijn en dan 1, 2, 3, 4 voor dan deze kant. En op die manier heb je dan een 9 bij 9 blok waar je maar dus 1 watertje voor nodig hebt. En dat zouden we letterlijk hier al kunnen maken. Het is net alsof dit gat er echt voor was gemaakt. 1, 2, 3, 4. Dan moeten we nog even dit randje zo afmaken. Dan gaan wij even een juist vlak maken. Waarin dat zou kunnen. En dan ga ik die in seeds erin mieteren. Zodat wij in ieder geval wat, wat voer kunnen opbouwen. Nou wil ik ook weer niet gelijk vanuit het farmpje daar stelen. Die wil ik gewoon behouden voor wat het is. Dus we need to keep that. We need to build our own. Plus heb ik hier natuurlijk ook koeien in de omgeving. Ik zie daar ook een varkentje. Varkentjes kan je eigenlijk gewoon in het begin gewoon slachten. Zoals we ook hebben gedaan naar aanleiding van de pork chops. 1, 2, 3, 4. Dus ik moet hier nog even een zoot weghalen. Heb ik een hoe in mijn repertoire zitten? Nee, die zal ik dan eventjes moeten maken. Die zijn gelukkig ook niet heel moeilijk om te maken. Dat is dan ook wel weer een feit. Dan pak ik ook gelijk die. Heb ik iron? Nee, dan kunnen we geen bucket maken. Dan moet ik eventjes op zoek gaan naar iron. Nou, gelukkig zitten we daarentegen wel zo'n beetje in een berg. Dus iron zoeken zal volgens mij niet heel erg moeilijk zijn. alleen dan het plan. Waar gaan we dan de entree maken voor de mine? Ik denk dat hier best wel een leuke opening is. Dat we bewijs van even zo gaan. En dan naar beneden. Zodat we hier een soort deur kunnen neerzetten. Net zoals dit. Om daar naartoe te gaan. Die dan ook gelijk even daar doen. Dan gaan wij iets wat naar beneden toe. Om... iron te vinden. Want ik heb maar 3 iron nodig om een bucket te creëren. Dat is het hele ding. Ik vind het tegelijkertijd ook even een zoot kool. Dat wordt natuurlijk ook altijd gewaardeerd. En ik kan natuurlijk ook wel iron gewoon gebruiken voor het niet terug hoeven te evalueren van mijn pickaxe. Dat zou natuurlijk ronduit zonde zijn als we van een iron pickaxe weer terug moeten naar steen. Dat heb ik in het verleden wel eens moeten doen. Oh, kijk eens wat we hier hebben. Een grottensysteem. What do we have here? Nou, ik zie al gelijk. Iron, dat is goed. Is er voor de rest nog iets in de buurt? Monsters, iets? Nee, wel genoeg kool. Dat is fijn. 2 iron. Ik heb er 3 nodig, als het even kan. Voordat ik weer al het kool ga pakken, moet ik eigenlijk even gewoon even doorlopen. Even op zoek naar meer iron. Aha! Got you. Gelukkig zit iron over het algemeen niet al te diep. We zitten momenteel 38. Dus dat valt reuze mee. Natuurlijk al wil je voor diamonds gaan zitten kloten. Dan moet je al gauw rond. Wat is het? 8 tot en met 15 zitten. Zoiets. En dan kunnen we met dat iron natuurlijk ook een blast furnace maken. Die haast hebben we op zich nou ook weer niet, maar... Blast Furnace is wat dat betreft altijd wel handig om te hebben. Hello Creeper Dude. How you doing? Ik ben ook door mijn torches heen, dus... Het wordt misschien ook wel even... tijd dat we... weer alles gaan omsmelten.
Kan ik van het kool ook gelijk weer een nieuwe torch? Doe nou niet. Zo onnodig. Zo onnodig. Wat een genot. 30 iron hebben we eruit weten te vissen. En er zal vast nog wel meer ergens verstopt zijn. Maar dan moeten we gewoon voor een andere keer even terugkomen. Als we nog een klein beetje kool meenemen, dan gaan we weer omhoog. En mijn pickaxe zegt vaarwel. Nou ja, weet je. We hebben genoeg kool, meer dan een stack. We hebben iron. I am happy. Go upstairs. Heb ik nog een deur? Dan kan ik tegelijkertijd dit ook eventjes afsluiten. There we go. En heb ik nog wat hout? Ik ben houtloos, nu al. Nee, ik heb hier nog oak, maar ik zoek birch. Oh, letterlijk in mijn inventaris. Stupid. I want this one. Ik wil er twee van. Zo. Zo. Als we naar binnen gaan, sluit hij ook gelijk weer. Yes. Goed, 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 goed. Grab the iron, want dan kunnen we een bucket maken. Kunnen we een nieuwe pickaxe maken. En wellicht dan een sword of zoiets. Bedenk het eens. Wat ook even handig lijkt. Laat ik ook maar gewoon even een waypoint neerzetten. Zoals hier. En die noemen we home. Dat als wij ooit ver weg gaan. Dat wij dan in ieder geval onze terugweg weten. En deze maken we geel. I like that. Yes, that is home. Oké. Seeds en een... Hoe heet het? Moet ik hebben. Een hoop. Seeds. Ik heb er maar 23, maar dat kunnen we, daar kunnen we nog wel meer verzamelen. En we moeten wat water hebben. Is hier wat water in? Er is genoeg water. Hemel, die zon is fel in mijn ogen. Misschien moet ik de bloem daarvan nog eventjes aanpassen. Of die light rays of wat de frik dan ook. We place the water in the ground. En dan... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Zo. Dan is dat vakje in ieder geval alvast gereserveerd. Zo, dan kunnen we hier... laten we zeggen... je moet er ook weer niet te dicht hierop. Want dan ga je dit krijgen. Dat je er dan opvalt. Wacht, zo bijvoorbeeld als ik vanaf sprint. Ik zie het nog wel gebeuren dat ik deze dan kapot maak. Dus we beginnen hier maar gewoon even. A seedy place. Zo. Nou, dan is dit voor alsnog even ons farmpie. Er is genoeg gras. Dus we zouden dat allemaal om kunnen toveren uiteindelijk. Zullen we even kijken de trap anders zo maken. Oké, daar gaat die. En mijn iron is allemaal gesmolten. 29 in totaal. Very good. Wat ik eigenlijk wilde doen is gewoon even de trap doorextenden hier naartoe. Kijk, zullen we deze dan ook anders eventjes weghalen? Of die behouden? Dan kunnen we bijvoorbeeld zo aansluiten. Nee, nee. No, no, no. No, no, no. We houden het zo. I like this. This is fine. Oké, extra seeds. En daarna zouden we bewijs van de grot weer in kunnen gaan. En wellicht moet ik ook even een omheining creëren voor mijn farmpje. Maar dat kost dan weer extra hout of steen, wat we ook maar zouden willen hebben. Oeh, torches. Ik moet even torches maken, want dit moet uiteindelijk in de nacht natuurlijk ook licht hebben. Hoe ik dat normaal gesproken deed, was altijd door middel van fences. Dan moet ik ook even kool hebben. There we go. Normaal gesproken deed ik dat altijd met fences. En dan op deze manier. Water erbij plaatsen. Een torch erop. En het probleem is. Je gaat zo omhoog, zeg maar. Het voelt zo vreemd als je er overheen loopt. Dus de laatste tijd pas ik dat dan aan. Door hier dan zo'n waterleaf te plaatsen. Zo'n kikkerblad, zeg maar. Of een tapijtje eroverheen te gooien. En dan eigenlijk lichter omheen te hebben. Om het... aan te vullen. Maar die luxe hebben wij op het moment gewoon eventjes niet. En voor de grappen en grollers onder ons. Het ziet er wel een beetje uit als een piemel. Ja. Nice. We dat geintje ook gelijk gemaakt. Piggies, you are destined to die. I am sorry. Maar eigenlijk ook weer niet. Now, what else do we need? We hebben iron. We kunnen meer iron gebruiken, I guess. Of zullen we de binnenkant hier een beetje opfleuren? Is dat nodig? We kunnen een beetje gaan zoeken naar birchwood. Waar zit dat? Zal dat hier links zitten, denk je? We kunnen daar links wel even kijken. Ik spot geen... ja, wel birch. Ja, er zitten een aantal birchboompjes tussen.
We kunnen eigenlijk zoveel mogelijk boompjes hier op hakken. Want hout heb je op lange termijn toch altijd wel nodig. Dus we kunnen ook gewoon oak meenemen. En daar verderop zag ik volgens mij, wat was het? Dark oak, spruce, zoiets. Ah, gewoon even lekker kijken, joh. Acacia mag wat dat betreft voor mij echt verrotten. Oranje hout, mij niet bellen. Nee, het zijn eigenlijk alleen maar ook boompjes, joh. Er is helemaal geen spruce hier te vinden, joh. Waar zou dat dan wel zijn? Nou, niet hier in de buurt, ben ik bang. Ik zit even te gluren. Was ik hier al geweest? Was dit zo'n nether portal? Blijkbaar zit hier ook een dorpje. Ben ik hier doorheen geweest of niet? I cannot remember. Even kijken, hoeveel blokken is dat ver weg? Een zoot. Laten we het op een zoot houden. Oh nee, hier was die in een portal. In die swamp. Maar dus blijkbaar zit er hier, denk ik, nog één. Oké. Okay. Oeh, het begint alweer donker te worden. Dus laten we maar weer eventjes teruglopen. Loop ik hier nog wel eventjes langs, want ik had hier een paar boompjes gehakt. Dus ik hoop een paar saplings of iets te vinden. There we go. En hier had ik, dacht ik, nog één. Daar zo. Oké, de tyfus. Oké, deze shader pack maakt het wel heel donker. Help! Mijn oogbollen. Nou, kijk eens aan. Zijn we weer. Even een torchje hier zo. Het is wel erg donker. Zo. Laten we gelijk even slapen. Dan gaat die troep in ieder geval even weer weg. Of in ieder geval, ze zullen levend verbranden. En dan kunnen wij het hout gebruiken. Burn! You son of bitch! Burn! Burn! Yeah, there we go. Blijkbaar heeft mijn karakter honger. Wacht even. Hello? Goodbye. Sayonara, bitch. Laten we deze saplings hier ook gelijk even rondplaatsen. Even naast de acacia bomen hebben we tenminste ook nog een paar zinvolle bomen die ik wel wil hebben. Zo. Heb ik natuurlijk ook weer een paar seeds erbij. Plak er maar bij neer. Nou joh. Oké, zullen we de binnenkant dan maar eventjes aankleden? Of in ieder geval de entree even goed maken. Het is nu dan eventjes open, maar door middel van Vlop, de Grand Transformation, kunnen we dit nu doen. Zo, stukken beter. Alright, dan een beetje het idee van ja, ik wilde hier inderdaad die verandaatjes met, wat is het, slabs en zo. Nou, daar hebben we nu in ieder geval genoeg hout voor. Dat wilde ik hier ook doen. Op deze manier. En ja, dan zullen we hier een soort trappetje moeten maken. Laten we dat dan niet dit als ondergrond gebruiken. Want dat is gewoon ronduit zonde van het hout. Kunnen we dit als ondergrond gebruiken. En hier trappetjes maken om omhoog te komen. Wat ik nog wel dan eventjes wil. Deze onderkant weghalen. En dan hier wel gewoon hout plaatsen. Zodat het gewoon bij de woning hoort. Bovenkant hoeft dan nog eventjes niet. Then we make the stairs. En die plaatsen we hier zo. Zo. En dan zo ga je dan omhoog. En dan heb je uitzicht hier zo. Ja joh, gewoon netjes dit. Netjes. Ik ben wel bang dat je je kopje tegenaan gaat stoten. Dus deze gaat even een tikkeltje omlaag. Over het algemeen kan het volgens mij geen kwaad als ik nog even wat meer slabs ga maken. Daar een aantal slabs. Hier een aantal slabs. Slabs. Zo ja. Ja, dan hebben we in ieder geval een soepele weg omhoog, zeg maar. Zonder dat we er tegenaan kletteren. En hetzelfde geldt voor 1, 2, 3, 4, 5. Joink. Oh ja, hier kunnen we ook die stairs even maken, joh. Ja, joh. Gekheid. It's all coming together now. En dan moeten we nog even bedenken wat voor vloer we nog meer willen hebben. Willen we dit gewoon allemaal birch hebben? Zit ik misschien van, nou, dat is misschien een beetje overdreven. Of een ander soort, misschien een donkerhout om contrast. Of een, zei het, steen. Steen op de muren is misschien wel geinig. Want ja, nu hebben we ook steen op de muren. Maar dan even met een andere textuur of zoiets. Goed, zullen we eens even kijken voor die ene blast furnace. Hoe maak je zoiets? Wat is het met iron blocks? Heb ik zoveel iron? Niet echt, hè? Laten wij eens gewoon even voor de gein een blok maken. Even kijken of we recipes kijken. Daar gaan we. Blast. Nog steeds niet. Het was niet met the iron. Het was met stone. Steen moet je smelten. Hebben we dat? Nee. Hoeveel heb ik er nodig? 3.
1, 2, 3. En dan moeten we daarnaast gewoon nog even een furnace maken. Kunnen we wel gelijk even kijken voor een smoker? Nou, die kunnen we wel gewoon maken. Plaatsen we de smoker daar. Dat is dan vooral onze voedselpraktijken. Oeh, ik heb echt meer kool nodig. Of ik moet hier gewoon even de helft van jatten. Hup, stone er weer in. Dan krijg je als het goed is smooth stone. Oh, daar lopen twee iron golems. Really? Het wordt toch helemaal niet zo druk aangevallen daar, lijkt me. Of wel? En meestal met ordenen begin ik zelf altijd met steen. Steen is zeker cobblestone. Is het meest prominente wat er is. En het is altijd vervelend. Nou, dan is dat settled. Zullen we nog even een koekeloertje nemen in de mine? Ja, joh. Even kijken of we meer iron kunnen vinden. Iron is wat dat betreft altijd welkom. En we kunnen nog altijd gewoon verder doorgraven naar de bodem toe. Totdat we uiteindelijk op de ijas 11 zitten of zoiets. Waardoor wij meer kans maken op diamonds. Oké, ik heb volgens mij na deze heb ik elke uithoek gecheckt van deze cave. Dus hier is voor de rest niks meer te vinden. Qua valuables of wat dan ook. Had ik deze ook al gecheckt? Ja. Oh ja, hier ging het nog verder. Dat was het inderdaad. Hello, Creeper Man. Ah, ah. Dat is vervelend. Die stond ineens naast me. Ik had op mijn minimap moeten kijken, joh. Op mijn minimap kan ik zien dat ze wat dat betreft dichtbij zijn. Maar ik moet gewoon even een paar blokjes hebben dat ik in ieder geval kan bouwen. Oké, volgens mij hebben we nu dan wel elke uithoek in deze grot gehad. Dan zouden wij ons dieper kunnen verplaatsen. En de plek waar wij de deden was hier. Dus, nou, daar gaan we. Aha, dat hoorde ik inderdaad. Ik hoorde het gestroom van water. En dat was hier. Wat een toeval. Weg ermee. Klote water. Alleen maar kloten, joh. Dat neemt alleen maar ruimte in, weet je. Er is hier ook weer genoeg iron te vinden. We zitten nu ook op ei 12. Dus dit zou een beetje het niveau ook kunnen zijn waarop we diamonds zouden kunnen vinden. Ja, het is een flink grottensysteempje dit. Die wil ik uiteindelijk nog wel even checken. Maar we zijn genoodzaakt even terug te gaan. Maar dan kunnen we met het iron wat we hebben verzameld, dat is 38 stuks, kunnen we onze blast furnace even op de proef stellen. Dat is dan ook wel weer fijn. Nou, is dat, ja, dat gaat razendsnel, joh. Heerlijk. I require extra wood to make sticks. Ik vind het altijd wel fijn om wat sticks op handen op zak te hebben. Laten wij ook gelijk dit even omtoveren tot planks. En even een crafting table maken. Want het is altijd wel fijn om een crafting table op zak te hebben. Wat ik eigenlijk nog even wil. Ik wil nog heel even hier kijken. Want als dat inderdaad een nether portal is die ik nog niet heb gecheckt. Dan zal daar hoogstwaarschijnlijk waardevolle loot liggen. Dus wij gaan even richting het noordoosten wandelen. En dan gaan we even kijken wat daar is. En ja, dan zien we dan. Ja, dan zien we het gewoon wel weer. Pferd! 3 pferden! 4, 5! Plenty of pferds! Nou, mochten we een paard willen, dan weten we in ieder geval loop richting de toren. Waar zijn ze trouwens? Ze zouden hier toch. Ja, ik had gelijk. En er staat inderdaad ook zo'n giegel naast. Gaan ze me niet opzoeken als ik. Ze gaan me sowieso agressief aanvallen. Ga toch weg. Be gone, my dude. Thank you. Ik weet niet of de baas eruit dan is, maar daar kan ook nog wel loot liggen. Hey, dorpie. Wacht even, my dude. Mag ik even die broek aandoen? There we go. Fire protection. Thorns vind ik chiller. Ah! In de cactus zult u sterven. Doink. Oké, laten we even bij de toren kijken. Nou, weet je, er zijn ineens moken veel dudes gespawnd. En zulke goede gear heb ik nou ook nog niet. Als ik uiteindelijk, weet ik veel, full iron heb, dan kan ik er op zich wel op loslaten. Het is wel handig zo'n map. Dan heb je wat meer overzicht van wat er nou uiteindelijk is. Ik was al jarenlang was ik op zoek naar zo'n mappie. Eindelijk heb ik het voor elkaar geboetseerd. Sugarcanes, moeten we dat nog even meenemen? Meenemen. Ik heb geen plasje met water bij mijn huis, dus misschien moeten we dat dan ook nog even klaarmaken. Nee, ik heb geen water dichtbij. Dit is het meest dichtbijzijnde plasje.
Dus dan zal ik zelf even een plasje moeten creëren of gewoon een strook met water. Zodat het makkelijker is om dat te verzamelen. En misschien is het dan ook handig als ik dan heel wat wol heb, zeg maar. Zodat ik in ieder geval die waterstrook kan bedekken. Zodat die sugarcanes dan niet in het water vallen, maar dat ik ze gelijk oppak. Want dan vallen ze in het water, is het weer vervelend met oppakken en zo. Mij niet bellen. Hier, op deze manier verzamel ik zoveel obsidian. Want je hebt er wat, 8 nodig? 9? 8? Om zo'n ding te maken? Even kijken. 2 onder, 3 aan de zijkant. Dan weer 2 boven. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zou er nog 6 nodig moeten hebben. 10. Ah joh, komt allemaal wel, joh. Komt allemaal wel. Maar dat was het dan weer voor deze keer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig 2 andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!